Kijkers, de 1 voor 12 crew onder aanvoering van voorzitter Vismalen vertrok op woensdag 28 april naar Nikeri om wederom een bezoek te brengen aan mevrouw Zahadeel. Mevrouw Zahadeel is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis en bevindt zich in het bejaarde tehuis Rust en Werk. Mevrouw Zahadeel spreekt een woord van dank uit in een vraaggesprek met Louise Vismalen. Kijk en luister er maar mee. Op woensdag 28 april is een delegatie van 1 voor 12 onder leiding van directeur Louis Vismalen voor de derde keer vertrokken naar Nikeri, het reisdistrict. Met als missie op bezoek gaan bij mevrouw Zahadeel. Mevrouw Zahadeel is inmiddels ontslagen uit het streekziekenhuis, of zeg maar het Mungra Medisch Centrum in Nikeri. En dat gebeurde op maandag 26 april. Reden genoeg voor Louis Vismalen met zijn team om richting Nikeri te gaan om mevrouw Zahadeel van het ene en ander te voorzien. Onder andere kreeg ze incontinentiemateriaal, ook kreeg ze een radio, melkproducten en waarop ze al een tijdje zat te wachten, een lekkere chow mein. Wat de behandelingen in het ziekenhuis betreft mag mevrouw Zahadeel absoluut niet klagen. Een heel goede behandeling kreeg ze van de artsen en het verpleegkundig personeel van het Mungra Medisch Centrum in Nikeri. En ook is ze helemaal tevreden met de opvang in het bejaardentehuis, eveneens in Nikeri. Laten we samen gaan kijken naar een verslag. We zijn onderweg naar Nieuw-Nikeri nu, de Wageningen. We laten u even zien onder welke omstandigheden wij allemaal Nikeri moeten bereiken. De wegen zijn slecht vanaf corona. Niet over te praten. Maar goed, het is ons werk om deze mevrouw wekelijks te bezoeken. Totdat ze helemaal stabiel is. Dan gaan wij het één keer in een maand doen. Maar voorlopig doen wij het elke week om deze mevrouw een bezoekje te brengen. En we gaan ons weg vervolgen naar Nieuw-Nikeri, naar het bejaardentehuis. Om mevrouw Zahadeel te zien dat ze ook ziet dat ze niet in de steek is gelaten door de 1 voor 12 familie. We rijden verder, dan ziet u hoe wij aankomen te Nieuw-Nikeri bij het bejaarde tehuis in Nieuw-Nikeri. Je bent nog belangrijker voor de oom. Je bent mijn moeder niet. Ieder dag. Ik heb geen moeder meer, jij bent mijn moeder niet. Ieder dag. Je bent een goede vrouw. Je bent een moeder van mij. Ik hou van je. Je bent nu. Na een lange tocht van Paramaribo naar Nikeri zijn we weer getogen naar, ik wil zeggen naar mijn moeder, mevrouw Zahadeel. Hoe gaat het met u nu, je glimt, je lacht? Ja, nee. Goed hoor. Maar gaat alles goed. Maar alleen die pijn wat ik heb, ik kan niet lopen. Die vind ik erg. God zou me blessen. God zou me optillen. God zou me geven kracht. En ik geef u bedankt voor deze woord. Ik was alleen en was iemand geweest. En iemand gezegd, je hoeft niet bang te zijn. Ik ga voor je steunen. En God heeft gezegd, ik zie je wel. Hoe je heet, hoe je praat. Veel mensen zeggen, oh je rustig, oh je rustig. Gaat welkom. Dank u. U heeft er woorden gehoord. We zijn bezig met de spraak. We zijn bezig met een fysio om de privé te laten verzorgen dat ze straks kan lopen. We doen alles op alles. Dit hebben wij te danken aan alle donateurs die een handje hebben bijgedragen. Ik kan ze niet bij namen noemen, ze zijn veel. Maar ik zeg ze allemaal dank. Dat zij ervoor hebben gezorgd dat wij sowieso elke week naar Nikeri kunnen komen. Elke week iets kunnen meenemen. Alle zorg op ons nemen dat deze mevrouw een topmoeder voor mij zal worden. En je ziet er, ze praat, ze is helder, ze lacht. Ze zegt ze wil dansen.
de been heeft een probleem, maar we weten dat het goed komt. En ze zegt het ook, ze gelooft in een God. Ik ook, en ik denk u ook. Wij geloven allen in een God die haar weer tot de oude gaat brengen. We zijn blij, mevrouw Sadio gaat niet vervelen. Ze heeft de tv, de smart tv, ze heeft de radio. Ze heeft inkoopmateriaal dat wij regelmatig brengen. Anaf Noa Edati, wij zijn er om u te helpen en we gaan u niet loslaten. Ja, wordt hartelijk bedankt voor deze dingen. Ik zeg, oh God, help me. U bent de vader, u bent mijn vader. De vader kijkt naar u om en het heeft mij gestuurd u te beschermen. En ik heb alle zegen van hem gekregen. En daarnaast hebben zoveel mensen zegen gegooid naar mij om naar jou te brengen. En elk uur denk ik aan u. Kunt u met de telefoon omgaan? Ja. Kunt u bellen? Ja. Kunt u de telefoon vasthouden en bellen? Ja. Ga je voor u kopen? Ik zeg, niemand is met mij. Niemand. God is met jou. Maar God is in mijn hart. God en mijn moeder en mijn vader. Ik heb geen moeder en vader. Maar, oh God. Heel, het is oké, het is oké. Wij zijn er met u, mevrouw Sahadeo. God op Biggie. Ik heb niemand. Nu heb je mij toch? Ik heb jou. Leg op mijn broer. En die keer me. Ik voel me pijn. Maak je niet druk. Alles komt goed. Uw zorg is in ons handen.